Ja, de vaste volgers, die kennen hem wel, hè? De ober. Ja, de ober. Hij is weer enorm actief. Hij loopt weer rond. En dit keer voornamelijk in Hilversum. Ja, de NPO krijgt te maken met de ober. Die komt afrekenen. Want ja, het kabinet, die willen nu even stiekem zo, even snel, even 2 jaar verlengen. De vergunning om uit te zenden voor de NPO. Maar, zeggen de formerende partijen nu, de PVV wilden ze, Omzicht en noem maar op, BBB, die bezig zijn, die zeggen, ho, wacht eventjes, met je concessie, nee, die vergunning gaat even niet door. Nee, want wij hebben hele andere plannen met die NPO. Ja, wij willen dat het hervormd wordt, dat het veranderd wordt, dat het misschien een zender weggaat. En dat het voornamelijk, kijk, en daar komt die ober. Die komt daar om even afrekenen. Zij willen gewoon niet constant, zeg maar, die deugdneuzen saus bij die NPO en die NOS. Dat willen ze niet meer. Daar hebben ze geen zin meer in. Hey, je kan natuurlijk wel heel veel jaren, wat de NOS en NPO hebben gedaan, heel veel jaren Nederland maar blijven volstoppen met, zeg maar, met allemaal politiek correct geleuter. Ja, en deugdneuzen gezwam. Dat is wat ze gedaan hebben. Zeg maar, weet je, links en D66 en die kant op en ook nog iets verder. Ja. Dat kan je wel doen. Maar dan uiteindelijk zegt die ober, Hallo, jullie hebben de hele tijd dat gedaan. Ik kom even afrekenen. Ja, en dat gebeurt nu. Ja, die rekening gaan ze nu betalen. Die NPO, die denken, ja, we kunnen maar doorgaan. Nee. Het is afgelopen. Het gaat gebeuren nu. Er komt gewoon. En dat is dan maar te hopen, vrienden. Dat gebeurt een onafhankelijk geluid vanuit Hilversum. Ja, en dat is heel hard nodig.